Quincy TV. En toen spraken we over het boek wat je geschreven had, over Writer's Block. Want daar zat je toen ernstig mee. Hoe gaat het nu, mevrouw Doornstein? Ja, er is een wonder gebeurd. Ik kreeg een ontzettend leuke opdracht. Ik werd gebeld door de gemeente Almere of ik daar gastschrijver wilde zijn voor een lange periode. En in die periode ook veel in Almere verblijf. Ik woon daar nu voor een deel. En mijn opdracht is om een roman te schrijven die zich afspeelt in Almere. En Almere is een plek die mij onbekend was. Een stad jonger dan ik zelf ben. Een stad zonder geschiedenis, zonder traditie, zonder ballast. En dat bleek precies te zijn wat ik nodig had. Ik ben fantastisch aan het schrijven. Hartstikke leuk. Bedankt voor het zijn. Veel plezier nog daar en dank.